Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. The Truth. Welkom bij alweer een nieuwe video. Vandaag gaan we dus een leuke video doen. Vandaag gaan we reageren op mijn teams van FIFA 20, FIFA 21, FIFA 22 en FIFA 23. En ja, dit is zo'n beetje de laatste video dat ik omtrent, ja, elk jaar maak ik zo'n video. En dit is dus de laatste video dat ik omtrent deze dingen kan doen. Volgend jaar, zoals jullie weten, is het EA Sports FC. Dus wordt het moeilijker voor mij om dus met FIFA gerelateerde content te gaan werken. Dus dat wordt het EA Sports FC, EA Sports FC 23. En ja, ik hoop echt dat het een leuke tijd wordt met EA Sports. Als het mij niet aanstaat, verwijder ik het direct. Dus ja. Dit is zo'n beetje al de intro geweest en nu gaan we door naar een video. Ik heb die video al gisteren opgenomen. Nu heb ik de intro opgenomen, dus ja. Ja, let's go! Oké, boys en girls, zoals jullie weten heb ik in de intro gezegd dat we nog eens naar mijn team gaan zien. Dit is FIFA 20. Dus we gaan naar FIFA 20 mijn team zien. Ik hoop echt dat we hier op een goede team hebben staan. Ik denk dat je nog de Pro League team op status zit met standaard spelers en wat je allemaal. Dat denk ik eerder. Selecties. Ja, Pintjes League, zoals ik zeg. Mignolet, Capon, Company, Mechelen, Pocognoli, Heine, Bastien, Van Aken, Verzoner, Bolievic, Di Matta, Chadli. Maar ik had er wel Müller gepakt en Walkout. En Sennaerts Bender, Team of the Week. Nou ja, en Forest, Team of the Week. Hakan Çalhanoğlu was hier als left back begonnen. Heb ik hier Christian Pulisic 79 op gehad? What the fuck? Die jager had nog bij Club Brugge gespeeld. Ja, dan moet ik die in plaats van die matten zetten. Ja, let's go. Dit was zo'n beetje dit stukje. Zometeen gaan we door naar FIFA 21, die we nog downloaden. Daar heb ik al een beter team op, omdat ik daarop gestreamd heb. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls. Nu zitten we dus in FIFA 21. Hier heb ik het Liverpool logo op, ik weet niet waarom. Maar heb ik het Liverpool logo op, waarschijnlijk van de eerste dag gepakt en dan niet meer veranderd. Dus ja, hier had ik Liverpool logo op. Niet dat ik Liverpool supporter ben, zeker niet. Maar ik denk dat ik toen hier alles op had van Liverpool van... Oké, er zit... Er is fout gegaan. Opnieuw proberen. Dit is de keer dat ik ervoor heb. Dat is raar. In deze server krijg ik in, denk ik. Ja, ik krijg zin.
Dan raak ik ze niet meer in, denk ik. Oké, hier gaan we naar mijn selectie kijken. Op goal heb ik Ederson, rechts centerback Van Dijk. Centraal van achter Davinson Sanchez. Laporte, links centerback CVM Suchek, rechts midden Salah. Center met Pogba, center met Foden, links met Son, Vardy en Kane in de spits. Met de fact dat er een decent team op. En wat voor zieke speler dat ik hier in hier gewoon in mijn club zit, what the fuck? Ik had 90 reden ter stegen. 89 Courtois, what the fuck zelfs. Ik had hier Lukaku, ik had hier Lewandowski, ik had hier Mbappé team hier. What the fuck? Ik had hier Frenkie de Jong team zien, ik had hier Ben Yedder team zien. What the fuck, man? Wat ik hier voor een goeie club. En ja, dan natuurlijk kanalen, center mid. Voor Kampels rechts buiten. What the fuck, man? What the fuck, man? Dat is mijn endgame. Dus nu gaan we door naar FIFA 22. Hey boys and girls, nu zijn we dus FIFA 22 aan het induiken. En ik geloof dat ik hier nog een heel decent team op had staan. Een van de betere teams dat ik heb kunnen maken. Oké, niet 196 gereden. Dat is in FIFA 21. Maar denk wel dat ik hier 194 of 195 gereden had. Tijden van het jaar. Hier heb ik ook heel wat tijd ingestopt in dit team. Ik denk dat je er ook een heel, wat, heel aantal uren heb ingestoken. Hier heb ik dus Alisson op goal. Trent Alexander-Arnold. Op rechtsback. Centerback Van Dijk terug. Tierney op centerback. Joao Cancelo. Ik had hier toch Pope op staan. Ik had hier Poop, ja, hier. En hier had ik die andere, die een andere. Deze had ik erop staan, zo. Dus ik had hier Poop. Dan had ik dan Arnold, Van Dijk, Tierney. Ik had Pereira. Thiago. Endo, Robertson. Werner. Clint Dempsey. Bernardo Silva. Lacazette. Mahrez. Ah, maar hij staat op de bank. What the fuck, dat is echt een decent team, joh. Dan hier had ik nog... Courtois team season, Atal weet ik dat ik die nog heel hard gepakt heb. De Aubameyang heb ik ook nog gepakt, untradeable. Adama Traoré, Theo Hernandez. Ik geloof dat ik hier nog team of the year... Ah, Harry Kane heb ik hier ook heel lang op gebruikt. Dus je ziet, 1058 keer gescoord. Hakimi had ik hier nog team of the year. Milito. Tim Schuster rechtsbuiten. Depay in de spits. Hier Declan Rice. Lewandowski. Had ik nu ook niet al zien in de season, geloof ik. Lewandowski had ik niet gepakt als team in de season, deze jaar. Allee, deze FIFA. Nu gaan we door naar de meest huidige FIFA, en dat is dus FIFA 23. Dus ja, weer al een ander jaar.
Dit is het laatste jaar dat ik ook deze video kan maken, want volgend jaar is het EA Sports FC. En nu komen we aan in het laatste, in het laatste game dat ik kan maken. En de laatste game dat ik voor jullie kan, kan beoordelen van een team. Het is ook het huidige team waarmee ik nu speel. Dus ik heb het ook al een video laten zien. Maar ik wil dat jullie toch nog eens laten zien in deze video. Hier heb ik dus al het meeste pack-look gehad, mijn icons. Ik heb al heel veel icons op, een stuk of 10, 12, 10 icons zeker. Dus hier heb ik ook nog een pack staan, want deze avond ga ik nog moeten opnemen. Hier heb ik Ederson, zijn voetballerskaart. Emerson Royal, Good Birthday. Team of Season, Facundo Medina. Mascherano, World Cup Hero. Team of Season, Honorable Mentions, Joao Cancelo. Gouden zeldzame Lionel Messi, Trophy Titans Icon Keane, Food Birthday Icon Veron, Prime Icon Barnes, Base Icon Cantona en Gouden zeldzame Cristiano Ronaldo van Manchester United. Ik heb die kaartjes ook in een video gekocht, En dan heb ik hier nog Watkins, Olofeu, David Garcia, Merino, Pavlidis, Brand, Colomani, Rice, Bergwijn, Scott, Gabri Vega en De Gea. In de club heb ik ook nog heel wat grote dingen zitten. Zoals hier Di Maria, Özil. Özil heb ik ook gedaan voor een video. Gattuso heb ik hier nog zitten op de, in de club. Lorenzo, Socrates, De Bruyne, Benzema, De Jong, Todibo, Insigne, Stoichkov, Grealish, Fidesz, Lineker, Ramsdale, Kudus, Hoffman, Castellanos, Salah, André, Dzeko, Kaká, Son, Iwobi, Crespo, Neymar, Wellington, Mané, Kokshu, Alisson, Kane terug, Malen, Enesiri, Casemiro, Diego Costa, Bouzaïr, Glesnes, Ederson, Czerny, allemaal lijnspelers, Varane, Fofana, Bounou, Navas, Ter Stegen, Kroos, Marquinhos, Ruben Dias, Kevin Trapp, Madueke, Rüdiger, Trent, Rodri, Lloris, Fabinho, Verratti, Goretzka, Coman, Zambrotta, Mendy, González, Lamela, Vinicius, Sadik, Parejo, Thiago Aspas, Pogba, Kostic, Nick Zuli, Oyarzabal, Kasteel, Sancho, Thomasson, Fabianski, Luis Alberto, Unai Simon, Bouwman, Onana, ik heb hier nog Amavi, man of the match geloof ik, van Union, dus ja, die doe ik niet weg omdat dat een Belgische speler is, Everens Belgische club is. Dus ja, die doe ik niet weg in een woord in de playpicker series. Ja, deze was zo'n beetje deze video. Ik ga door naar de outro. Dus ja, let's go. En hier zitten we dus bij de outro aangekomen. Ik weet het was een leuke video om te maken. Ik heb er heel mijn tijd in gestoken. Ik heb er heel wat tijd in gestoken voor een leuke video voor jullie te kunnen maken. Dus ik hoop dat jullie het ook wel gaan liken dan deze video en gaan, ja, gaan abonneren hier, hieronder denk ik. Ja, hieronder is de abonneerknop. Dus ik vond het echt leuk voor jullie om deze video te maken. En dan zie ik jullie graag terug bij een nieuwe video. Ik weet niet wat voor een video dat gaat worden. We zullen wel zien. En tot dan ben ik je boy Aldo Dylan. En tot dan ben ik je boy Aldo Dylan. Bye bye!
Bye bye. I walk around like that nigga. Nigga on the trigger.